Een biogasfabricage uit afval. Methaan uit aardgas levert per jaar 1,5 keer 10 tot de 18e joule aan energie op. En ja, er was een rapport verschenen en dat stelde dat in de toekomst 3% van deze energie moest worden geleverd door biogas. Nou, hoe ontstaat nu biogas? Biogas ontstaat doordat biomassa door bacteriën in afwezigheid van zuurstof wordt omgezet tot een mengsel van gassen. En dat mengsel van gassen noem je biogas. En de belangrijkste vertegenwoordigers zijn CO2 en CH4. En dan natuurlijk vooral die laatste. De reactiewarmte voor de verbranding van biogas is gegeven min 2,0 keer 10 tot de 7e joule per kubieke meter. En de biomassa stelt men voor met een formule die hier ook nog eens is overgenomen. Ik geef de reactievergelijking voor het totale proces voor de vorming van biogas uit de biomassa. Daar staat hij rechtstreeks overgenomen uit het examen. Dit is dus je biomassa. Dan gaan die bacteriën aan de slag en die creëren hier dat biogas. Een bepaalde fractie biomassa kan worden voorgesteld met de volgende verhoudingsformule. Met deze formule gaan we rekenen en de vraag is: hoeveel ton van deze biomassa moet worden vergist tot biogas om de doelstelling uit het rapport te bereiken? Dus voor die 3% norm, zeg maar. Extra gegeven, molaire massa van C38, H60, O26 en 3 heeft men al voor jullie uitgerekend, 975 gram per mol. Biogas bevat 46 volumeprocent methaan. En het molaire gasvolume bij onze berekening is hier 2,4 keer 10 tot de min 2e kubieke meter per mol. Na de inleidende schermutselingen gaan we rekenen. 3% van 1,5 keer 10 tot de 18e joule moest worden geleverd door het biogas. Dus 3% van dat totaal is 4,5 keer 10 tot de 16e joule aan energie moet biogas gaan leveren. Bij de verbranding van biogas komt er 2 x 10 tot de 7e joule vrij per kubieke meter. Dus het aantal kubieke meter biogas dat ik nodig heb is 2,25 keer 10 tot de 9e. Nu kan ik met behulp van de reactievergelijking via de hoeveelheid methaan berekenen hoeveel massa ik hiervoor nodig heb, hoeveel biomassa. Dus we moeten weten hoeveel mol methaan ik eigenlijk krijg. Daar gaan we naar op zoek. Je hebt totaal 2,25 keer 10 tot de 9e kubieke meter biogas nodig en daarvan was 46 volumeprocent methaan. Dus ik neem 46% van dit totaal en dat is dan 1,035 keer 10 tot de 9e kubieke meter methaan uit biogas. Ik heb hier nog even staan, dit gedeelte gewoon overgenomen uit het examen. Dit is de hoeveelheid biogas dat die bacteriën produceren. Dat totaal 2,25 keer 10 tot de 9e kubieke meter. En onderdeel daarvan is dat methaangas, dat is die 46 volumeprocent. Dus 46 volumeprocent daarvan is 1,035 keer 10 tot de 9e kubieke meter. Dan kan ik met behulp van het molair gasvolume het aantal mol methaan berekenen. Molair gasvolume 2,4 keer 10 tot de min 2e kubieke meter per mol. Dus het aantal mol CH4 is hier 4,3 keer 10 tot de 10e mol. Nou, nu wil ik, als ik het aantal mol weet, het aantal mol biomassa hier bepalen. En dan kan ik doorrekenen naar grammen en tonnen. Maar ik moet wel weten wat die x is, want dan weet ik die molverhouding is nu nog 1 staat tot x. Nou, x is 1 achtste van 4 keer de C plus H min 2O min 3N plus 2 keer S. Dan ga ik kijken in mijn formule C38, H60, O26 en 3. De C is dus 38, dus ik krijg hier 4 keer 38 plus H, dus plus 60. Dan min 2 keer O, min 2 keer 26. En dan heb ik nog N'tjes, min 3 keer de N. Want ik heb hier ook een 3, dus dan krijg ik 3 keer 3, min 9. En ik heb geen S'jes. Dus die komen hier niet. Dan weet ik dat x gelijk is aan 18,875. Dan kom ik weer op bekend terrein. De molverhouding tussen de formule voorgesteld biomassa en CF4 is 1 staat op 18,875.
Dit aantal mol had ik berekend dat ik nodig had. Dus het aantal mol biomassa is 1 gedeeld door 18,875 keer dat bedrag. Kom ik op dit grote bedrag uit 22894039744. Laat maar mooi staan op je rekenmachine. Molaire massa van die biomassa was gegeven, 975 gram per mol. Dus je kan een massa berekenen. Massa is molaire massa keer mol. Molaire massa keer het aantal mol. Geef mij het aantal gram. En als ik dat dan nog eens keer deel door 10 tot de zesde, kom ik uit op het aantal ton. Want 1 ton is 1000 kilogram. En dat is 1000 keer 1000, dus 10 tot de zesde gram. Dus ik moet hier nog delen door 10 tot de zesde. 2,2 keer 10 tot de zesde ton. We moeten dit eiwitfragment gaan hydrolyseren tot los serine, los methionine en een fragment eiwitfragment met het aminozuur alanine als einde. Nou, dan moet ik eerst weten wat is dit eigenlijk voor een eiwitgedeelte, hoe ziet dit eruit? Nou, daarvoor moet ik in mijn BINAS op zoek naar de structuurformules van alanine, serine en methionine. En als je die hebt gevonden, dan ga je eerst voor jezelf koppelen. Er vindt een koppeling plaats tussen dit koolstofatoom en dat stikstofatoom onder afsplitsing van water. Dan wordt er zo'n peptidebinding gevormd. Nou, hier zie je met groen het water dat er afgaat. Dat gebeurt daar en daar. Hier niet, want dit is het einde van het stukje eiwit. En hier gaat ook een haartje af, want het zit nog vast aan de rest van die eiwitketen. En als het water is afgesplitst, dan krijg je dus hier die peptidebinding tussen die C en die N. En ook aan deze C wordt een N gekoppeld. Dan heb ik hier de tweede peptidebinding. Dit is dus de eindstand. En hier heb ik een kringeltje, want dat eiwitgedeelte gaat hier gewoon nog verder. En zo ziet hij eruit waarmee ik bij de volgende dia verder ga. Dit is mijn brokstukje eiwit dat ik moet gaan hydrolyseren. Want nu pas ben ik toe aan de hydrolyse. Nou, elke peptidebinding wordt gehydrolyseerd. Nou, dat zijn deze twee. Je zag net, door afsplitsing van water werd deze peptidebinding gevormd. Nu moet je dus weer water toevoegen, want ik ga weer terug. Ik krijg nu mijn losse carbonzuurgroep en mijn losse aminogroep. Dus ik snij hier de peptidebinding in tweeën. En aan deze C dubbelgebonden O komt een OH-groep. En aan het stikstofatoom komt een H van water. En dat gebeurt ook aan de andere kant. Daar dwars door midden snijden, een OH koppelen aan die C dubbelgebonden O. En een H aan dat stikstofatoom. En dan heb ik hier mijn gevraagde reactievergelijking. De vraag luidt hier kort, kan ammoniak en waterstofsulfide of waterstofsulfide worden gemaakt uit suikers, aminozuren, vetzuren en glycerol respectievelijk? Nou, suikers, kun je ook teruglezen, tabel 67F1-2, bestaan alleen maar uit koolstof, waterstof en zuurstofatomen. Nou, dan kun je daaruit geen ammoniak of H2S maken, je hebt geen N'tje, geen S'tje. Aminozuren. Nou, aminozuren bevatten natuurlijk aminogroepen, dus de stikstof aanwezig. En cysteïne is ook aanwezig en cysteïne is een aminozuur met een S-atoom. De vetzuren, nou, die bestaan ook alleen maar uit koolstof, waterstof en zuurstof. En glycerol, propaan, 1, 2, 3, triol, bestaat ook alleen maar uit koolstof, waterstof en zuurstof. Dus alleen de aminozuren kunnen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van ammoniak en H2S. Het opstellen van een reactievergelijking. Ik moest even lezen hoe die er ongeveer uit kwam te zien. Stap 3 was azijnzuurvorming. Zuren en alcoholen worden met water omgezet tot ethaanzuur en waterstof. Echter is een oneven aantal koolstofatomen in het zuur of alcohol, dan ontstaat er ook CO2. En bij een even aantal koolstofatoom in het zuur of alcohol ontstaat er geen CO2. Er is een evenwichtsreactie
En dan vragen ze naar hexaanzuur. Nou, hexaanzuur bevat 6 koolstofatomen. Het is dus een even aantal, dus er ontstaat geen CO2. Dus ik krijg hexaanzuur dat met water wordt omgezet tot ethaanzuur en waterstof. En daarvan moet ik de kloppende reactievergelijking opstellen. Noteer nog even de deeltjes in woorden, dan de formules zet ik daaronder. En ik maak nu ook een evenwichtsteken. Dan ga ik kloppend maken. Eerst even de C'tjes. Hier staan er 6. Dus er komt hier een 3 voor, dan zijn de koolstofatomen kloppend. Vervolgens ga ik kijken naar de O'tjes. Ik zie hier totaal 6 staan. Dus dan moet ik hier ook 6 hebben. Daar staan de 2, dan zet ik hier een 4 voor. En tenslotte maak ik de H-atomen kloppend. Dan ben ik klaar. Er zijn bacteriën die aanwezig zijn in dat mengsel en met het waterstof aan de haal gaan, waar eigenlijk methaan voor had moeten worden gevormd, want die gaan sulfadionen omzetten tot H2S met behulp van waterstof. De halfreactie van SO42- tot H2S was al gegeven op het examen, dat is die van de oxidator. Nou, de reductor H2, die haal je gewoon uit je Binas tabel 48. Nou, die zet je eronder. Dan kijk je naar de elektronen, 8 elektronen, 2 elektronen, er worden net zoveel elektronen opgenomen als afgestaan. Dus ik moet hier de vermenigvuldigingsfactoren 1, 4 gebruiken. En als ik hem dan netjes uitwerk en opschoon, want hier ontstaat 8H+, en daar heb ik 10H+, hou ik netto hier de gele vergelijking over. Om de video niet langer te laten duren dan 15 minuten, verwijs ik jullie voor de bespreking van opgave 15 en 16 naar deel 2 van biogasfabricage uit afval. Oké, bedankt!